De klassieker tussen Feyenoord en Ajax is nationaal voetbalerfgoed. Ongeacht de stand op de ranglijst, Feyenoord en Ajax tegen elkaar, dat blijft altijd de meest speciale wedstrijd die het Nederlandse voetbal rijk is. En dat verschil op de ranglijst is historisch groot. Nummer 2 Feyenoord heeft 21 punten voorsprong op nummer 5 Ajax. Maar we gaan zien of het verschil op het veld vandaag ook 21 punten is. Anne, ik ben geen nieuwsjager, dus ik hoef ook geen nieuwtjes van jou. Maar eventjes voor alles en iedereen. Er is nu wel officieel een streep door de titelaspiraties van jullie. Hè? Dat kan je nu wel zeggen, toch? Dat is geen nieuws meer inderdaad, Hans. Mooi, dan zijn we daarover uit. Succes. Dankjewel. John, zullen we het maar lekker over voetbal hebben? Het lijkt me wel, ja. Ja. Daar snak je wel naar, hè? Ja, nou ja, wij hebben daar op zich al over gesproken. En het is logisch dat je na zo'n wedstrijd als Go Ahead en dan maar 2 dagen naar Feyenoord toe, dat je alleen maar daarmee bezig bent. Succes. Dank je. De Kuip maakt zich op voor de 135e editie van de klassieker in de Eredivisie. Elk van de voorgaande 134 edities zijn eigen verhaal. En je kan er toch eigenlijk geen één bedenken met een verhaal die lijkt op deze. 21 punten het verschil in het voordeel van Feyenoord. Waar plek 2 zo'n beetje binnen is, de Champions League daarmee zo'n beetje binnen is. En zelden zal het legioen met meer vertrouwen naar de klassieker hebben toegeleefd dan vandaag. Feyenoord Ajax is begonnen. Rust bij Rens. Te veel tijd genomen. Zoveelste keer dat het gebeurt achterin bij Ajax. En nu wordt het afgestraft door Paschal. Het kon niet uitblijven. Man in vorm. Man die weet te scoren. Open te scoren in de klassieke. Balverlies nu van Hato. Stenks. Nieuwkoop. En daar is de tweede. Ja hoor! Minteen maakt hem af. 2-0 Feyenoord in amper 2 minuten.
Strakke bal. Schiet door. Nieuwkoop. Omhaal. Die er uiteindelijk in gaat. En het is blijkbaar geen buitenspel. Dan zal Hansko het doelpunt op zijn naam krijgen. En leidt Feyenoord met 3-0 bij de rust. En het is 3-0. En het is meteen rust. Feyenoord laat Ajax kansloos in de Kuip. Een ongekende afstraffing dreigt voor Ajax. Bij rust is het al 3-0. En een eerste half uur leek er qua kansen niet heel veel aan de hand voor Ajax. Maar Feyenoord dendert daarna over Ajax heen en staat dus met 3-0 voor. En als je kijkt naar de statistieken wat betreft Ajax, zijn die vrij schokkend. 0.00 expected goals, 0 schoten, 0 schoten op doel, 0 corners. Ajax heeft werkelijk niets in de melk te brokkelen. Tajerovic, geen tijd om aan te nemen en te draaien. Stengs, Minte. Minte, dat is schitterend, dat is 4-0. Voor de tweede keer dit seizoen leidt Feyenoord met 4-0 tegen Ajax. Deze wedstrijd is nog lang niet voorbij. Sjaal zoekt en vindt Roelie. Dat is echt de vraag hoe historisch Feyenoord het vandaag wil maken. En het is aardig historisch aan het worden hoor. 5-0. Feyenoord vernedert Ajax. Op alle fronten de beter. Geertruida wil er nog omheen. Geertruida kan er nog dwars doorheen. Wie kan er schieten? Het is onderkant lat. Er weer in, er weer uit. En het is 6-0 voor Feyenoord. En we hebben nog een kwart wedstrijd te gaan in de Kuip. Sjaal legt hem breed. Ja, aan Baks. De vraag is of er ergens nog een keer de vlag omhoog gaat. Anders is het 7-0. Maar voorlopig is de vlag wel omhoog.
In een seizoen waar de ene vernedering voor Ajax de andere lijkt op te volgen. Laatst in de Eredivisie, uitgeschakeld door Hercules in de beker. Zal deze toch ook weer hard aankomen. Want na de 4-0 voor Feyenoord in de Johan Cruijff Arena wordt het vandaag 6-0 in de Kuip. Wat voor dag is dit? Ja, want zeg het maar. 6-0, hè? 6-0. Ik zei net tegen je, hè? Is niet vaak voorgekomen. Volgens mij is het de eerste keer. 6-0, de eerste keer. Volgens mij de grootste 9-4. Maar, 9-4 uit, 4-0 winnen, thuis 6-0 winnen. Twee keer de 0 houden. 10-0 in totaal. Kan er wel mee door. John, wat maak jij van deze middag? Nou ja, dat was natuurlijk zwaar slecht. Ik kan niet eens zeggen teleurstellend, het was gewoon slecht. Op alle fronten waren we de mindere. Fysiek, aan de bal, Feyenoord was intensiteit veel hoger. Vanaf eigenlijk minuut 1 en we zijn niet in de wedstrijd geweest. En dat is een klap die we met z'n allen moeten verwerken. Ik denk dat in de week dat je de titel aan een ander laat, dat je dan wel en je moet dan tegen een rivaal vanuit het die er al jarenlang voor Feyenoord is. Ja, dan wil je ontzettend graag laten zien dat je misschien de titel aan een ander hebt gelaten, maar dat je zelf nog verschrikkelijk goed kan voetballen. De gifbeker moet helemaal leeg, hè? Tja. Ja. Vertel over deze gifbeker. Ja, het is een pijnlijke dag voor alle Ajax-ieden, denk ik. Voor de fans sowieso, die ons gisteren hebben aangemoedigd. En dat wij dan dit neerzetten, dat is schandalig eigenlijk. Dankjewel. Yes.